Salam alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag, welke dag vandaag? Woensdag. Woensdag, en ik ben hier met Wouter, die wilde mij in mijn gezicht slaan, maar I'm too quick man. They call me Bruce Lee. Nou zie je, hij is jaloers. Nee Wouter. Nee. We zijn hier bij First vandaag. Twee spotlight afleveringen. Rick is er. Lisa is er. En Wouter 2 is er. Ja, jullie lijken, kijk, zelfde kledingstijl, zelfde, ja. We zijn al een beetje aan het voorbereiden hier zo. Lunch staat al op tafel. Oeh, lekker. Kijk eens. Heerlijke lunch. Hallo, Sil. Was lekker? Ja. Gaat goed. Gaat goed. Vloggen. Ik heb net mijn vlog gestart om 12:30 in de middag. Is niet zo erg, mensen. Kan wel gebeuren af en toe. Vandaag twee hele toffe mensen die langskomen. Artje en gekke Markie. En dat ga ik samen doen met... Waar is Diva? Boven. We zullen naar boven gaan. Ja, nou, dat doe ik dus samen met Diva. Ik heb geen zin om naar boven te gaan. Ik ben heel eerlijk met jullie. Oh, kijk wie we hier hebben. Wie is dit? Mr. Jules is er weer. Ik heet net als snoepje, man. Lekker, goed, man. Oh, lekker. Hoe gaat hij met jou dan, Jules? Gaat goed, man. Gaat met jou? Ja, gaat ook goed, man. Nee. Badder. Hey. Hey. Artje? Huh? Ben je ready voor Artje? Ik ben ready, man. Ben jij ready voor Artje? Nee, een beetje. Je bent fanboy, hè? Maar niet zometeen bij hem gaan slijmen. Hey Artje, ik ben je grootste fan. Even een foto met hem, man. Ja, dat moet wel gebeuren, hè? Dat moet wel gebeuren. Goed, man. Hey, zeg eens. Ik heb een nieuw met je, zeker. Hey, zeg eens, laat de dag maar beginnen en ik zeg volg. Laat de dag maar beginnen en ik zeg volg. Goed hoor, Tom. Representing gang, Gio. Gio gang. Elke vlog. Hoe oud ben je, Tom? 24. Ja, als je, ja, dat, ja, ik heb geen vooroordelen, mensen. Ik heb wel vooroordelen, mensen. Oh, goed man, Tom, lekker bezig. Wat vind jij nou hiervan, Lisa, dat hij een Gio-trui draagt? Zal ik eerlijk zijn? Ja. Ik heb er ook één. Heb je er ook één? Ja, precies dezelfde. Ja? Best is van iedereen. Maar wat voel je nu, zeg maar, nu je hebt gehoord van dat zij ook zo precies dezelfde trui hadden? Ja. Ik voel me... Ik voel een connectie. Oké. En wat me opvalt, hè, jullie bij First, jullie pakken snel dingen en dan doen jullie alsof het van jullie is. Maar die bal daar, die bal is van mij. Wat doet hij hier dan? Ja, kijk, ze hebben het nu zo neergezet alsof het decoratie is. Dit is mijn Barça bal. Maar dat is voor jou was. Het zag wel in het vol. Ja, ik ben gedeeltelijk eigenaar, weet je. Er zijn een paar Arabieren tussen gekomen. Hè? Ik heb First verkocht. Ja, ik heb het verkocht. Jules, wat doe je? Pak snel de sleutel, gozer. Oei, oei. Ik heb per ongeluk alarm laten afgaan. Oei. Oh, hij is al gestopt, Jules. Zal die nog een keer afgaan als ik, zeg maar, erop zit? Nou, hij gaat niet af. Hij is al gestopt. Moet ik goed even filmen even? Moet ik hem filmen? Ja. Goed man, Jules. Hij is wel mooi, hè? Hij is wel mooi, hè. Maar weer, doe uit dan. Doe jij dat of doe ik dat? Oh, maar hé. Hoe heb je deze gehaald? Voor jou, dus een cadeautje gekregen, verjaardag. 16 B-Day Bash. Nee, niet eens, man. Niet eens. Vind je hem lekker? Ja, zoals Bruine, ik net al... scooter ik auto? Nee, man. Doe maar niet op de scooter naar... Hoe hard gaat die? 45. Nou ja, oké, dat is nog wel oké voor een Vespa. Dat is nog wel goed. Dat is nog wel te doen. Als je nou een motor Vespa had, dan had ik met je gereld. Is een fucking ding. Ja. Hij had je vakka. Mag ik deze om je heen draperen? Ah. Maar wat is nou die Sloddervos teken dan dit? Dit, zo. Hoe? En dan heb ik ook nog een Snapchat van je. Zo. Maar waarom zo dan? Oh ja, dat is oogje, ja. Ja, tuurlijk, maak wel een foto. Gers heeft deze verzonnen. Gers? Ah, dat is wel sterk, oké. Hoe gaat die? Ik flex op Femke. Ja? Zing mee dan, zing mee. Nee, dat kan je niet doen, man. Dan lachen jullie mama uit. Na 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 na. Jules, ja, die is gek op Femke. Hey Femke, you know, link up. Femke, link up, ik ben hier. Hoi. Jules best slide in the DM. Zo, deze man is gek. Niet normaal. Nee,
Want Jules die is verraderlijk. Nou, Jules is los aan het gaan op Femke Louise. Wij gaan nu weer de tweede aflevering van vandaag opnemen. Zoals je ziet is het al donker. Ik ben geswitcht naar een overhemd die trouwens niet van mij is. Hij is wel een beetje strak. Maar de volgende aflevering. Sunny is verraderlijk. Jus vindt het ook hard, hè jongens, hij ligt keihard. Kijk, ik ben geen hater, maar Jus zingt ook mee. Je moet gewoon lekker je ding doen. Jus zingt ook mee. Echt niet. Het is kapot donker. Mark, ja. Hoe is het gegaan dan? Goed, 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 goed. Je trekt meteen een jas uit. Het is ijskoud, man, hier. Ja, oh, de. Even mijn microfoontje eraf halen. Ja, je mag hem nog ophouden, man. Ja, oh. Moet nog heel lang. Oh, even uitrijden. Ja, maar ook vloggen, man. Heb je nooit mijn vlog gezien dan? Jawel. Liegen, liegen. Sowieso, vriend. Oké, okay, sterk. Sowieso. Man. Sterk, man. Lekker, man. Een lampje erbij, goed. Ja, je ziet het, hè? Bro, dit is ghetto, man. Dit is ghetto. Dit hebben wij gewoon. Wacht even. Dit hebben wij gewoon geleerd op de street. You already hey, zo know, doe ik bro. Dat ook wel eens hoor. Als ik geen lampje bij heb, dan roep ik mijn telefoon. Ja. En ik heb een nightshot op mijn handicap. Dit is fucking slim. Ja, toch? Ja. Wow. Dat ziet er goed uit, hoor. Wat doe je steeds? Doe je dit? Wat is dit? Geen idee, dat is een icoontje van WhatsApp of zo, weet je wel. Dan zit ook... Oh! Het is de volgende dag, mensen. Jullie zullen weer denken van, ah, korte vlog en dat soort dingen. Ja, inderdaad, mensen. Het was een korte vlog. Excuses daarvoor. Gisteren voetbal nog gekeken. Barça gelijkspel tegen Juve, Champions League. Niet erg. Je weet toch, wij kunnen het hebben. Ik heb dat jongetje. Hij was aan het praten met die zame. Ach, 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 ach. Mensen, ik wil weer een aankondiging doen wat betreft dingen die er op mijn kanaal gaan komen. Zoals jullie weten ben ik de afgelopen dagen, weken bezig geweest met op pad in elkaar flansen weer. Nieuw seizoen. En ik weet dat mensen daar echt op hebben gewacht. Er komen ook meer sketches aan. Ik heb een hele toffe sketch die ik binnenkort ga opnemen en ook ga droppen. Het is voor Sinterklaas. Met op pad met Rarko. Die komt aanstaande zondag online. Dus die kunnen jullie zondag verwachten. Een week daarop komen nog veel meer met op pad. Vanaf nu blijven we gewoon bezig met die met op pad. Links of rechts. Zo komt er of een sketch of een met op pad online elke zondag. Dus hou dat sowieso vast in je agenda om 4 uur. We gaan niet meer om 8 uur uploaden. Is een beetje te laat. Met dat nieuwe systeem van YouTube is dat ook zo dat jouw video heeft gewoon een aantal uurtjes nodig voordat die bereikt is bij al je abonnees. Dus daarom is het af en toe handiger om wat eerder te uploaden. Vaak wanneer je dit soort geluiden hoort, dan denk je altijd van oké, dit is een auto die echt, heel toch, Ferrari, Lamborghini, kijk je, zie zo'n Honda Civic die gewoon helemaal gepimpt is. Maar goed, ik dwaal weer helemaal af. Dus... er gaan weer toffe dingen aankomen, mensen. We willen nog even knallen. Ik wil nog even voor 2018 wil ik nog even de 250.000 abonnees aantikken. Is een mooie doelstelling. Moet te halen zijn. Ongeveer 5.000 abonnees. Let's do dit. Je weet toch, het is niet per se dat ik het voor de abonnees doe. Maar het is gewoon een leuke doelstelling om voor jezelf te zetten. En dan hopelijk gaat dat lukken. En dan ja. Ja, dan niks. Kwart miljoen. Ik bedoel, kwart miljoen mensen die op je geabonneerd zijn op je YouTube kanaal. Is bizar. Niet dat ik daar ooit aan had gedacht, jaren geleden toen ik hiermee begon. Goed mensen, ik hoop dat jullie alsnog hebben genoten voor dit kleine stukje vlog. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om je onderreactie achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af.